De Rotary Project Leadership Award is een jaarlijkse activiteit van Rotary Club Paramaribo, Rotary Club Paramaribo Central en Rotary Club Residence. Jongeren in de leeftijdsklasse van 14 tot 18 jaar en jongvolwassenen tussen 19 en 30 jaar worden gedurende 3 dagen leiderschapskwaliteiten aangeleerd. Het ontwikkelen, stimuleren en bevorderen van die kwaliteiten zullen daarbij centraal staan. De Rotary Clubs willen met dit project een wezenlijke bijdrage leveren aan de educatie van Surinaamse jongeren door kennis en bekwaamheden met betrekking tot leiderschapskwaliteiten en de ontwikkeling daarvan. Rotary Governor Wadi Souma zegt dat het belangrijk is dat de jongeren zich aansluiten bij een van de clubs, omdat het de mogelijkheid biedt de mens te dienen en de zelfontwikkeling bevordert. We praten vandaag over de jeugdleiderschapskwaliteiten. Maar kan je zeggen dat ik als wat oudere man heel veel heb geleerd als een Rotary. Het nemen van initiatieven, het uitvoeren, plannen uitvoeren van projecten, ook public speaking, ja, het hebben van vrienden die je wanneer je ze nodig hebt ook kan gebruiken, kan bellen voor allerhande zaken. Dat is in feite de kracht van Rotary. Wadi Souma tijdens de Rotary Leadership Award 2018 gisteravond in het Lalaroek gebouw.